Hallo allemaal, welkom bij deze nieuwe vlog. Wij zijn de familie Maaiers. Leuk dat jullie kijken naar onze nieuwe vlog. Kijk gezellig mee en geniet van de beelden wat we gaan maken. En druk even die abonneerbutton, like deze video en druk een belletje. Blijf van alles op de hoogte als we online zijn. Wij zijn klaar, we hebben er zin in. En ik heb mijn verzorgd aangekleed, Daan ook, Linda ook. En we gaan vandaag de deur uit. Dus wij gaan zo naar de auto en dan nemen we jullie gezellig mee. Wij zitten in de auto en we gaan er een mooie dag van maken nogmaals. Even opletten. Wij gaan lekker de deur uit en we gaan genieten. Want wat is het vandaag, Linda? Jouw verjaardag, hey Gerrit! Ik ben vandaag jarig. 44 lentes jong ben ik geworden. Hè? Nee, zomers jong. Ik ben er de zomerjaar. Ja. Ik hoop dat ik er nog 66 erbij kan tikken. Hè? Dan heb ik mijn doel bereikt. Grapje. Ja goed, wij gaan weg. Zoals jullie zien. We zitten heerlijk in de auto. En we gaan ergens naartoe. Dat zien jullie zo meteen. Wat dat is. En we hebben er heel veel zin in vandaag. En we gaan... Nee, doe maar even niet. Dat zeggen we dadelijk. Huh? En geniet er in ieder geval van. Het is mooi weer, wordt lekker warm vandaag. Zo rond de 30, 31 graden worden vandaag. Ik heb geluk, hè? Dubbel geluk. Hè? Met een weer aan de verjaardag. Ja, vorig jaar was het regenen en vandaag heb ik echt. Einde van de middag hebben ze vandaag de regen gemeld met ons. Ja. En einde van de dag komt ook de zus van Linda, de zwager, komt en de kleine man op bezoek. En dan, ja goed, heerlijk geslapen, lekker koffie gedronken. En de rest ook, hè. Dan is het wel weer fantastisch. Yes, dus we gaan onderweg. Zo, wij zijn op de bestemming, zijn we aangekomen. En waar zijn wij? Bij Van der Valk in Urmond. Want wat gaan we hier doen? Heerlijk ontbijten. Ik heb er zin in. Kijk, gelijk even reclame maken. Hier zijn ze bezig. Want normaal... Oh, kon het toch naar binnen. Ja. Ik wou zeggen, want normaal... kon je hier doorrijden, maar dat is schijnbaar niet meer. Omdat ze dat... gaan veranderen. Nou, we zijn binnen. Dank dat we even om moesten lopen. En we hebben er zin in. Yes! Super! Hey. Prima! Nou, ik ga ons even melden en dan krijgen we een heerlijk tafeltje. Wat is dat? Dat merk ik wel vanzelf. En kijk, schildpadjes. Lekker te zonnebaden. Hier zijn ook nog schildpadjes. Die zijn niet altijd hier. Ja. Nou, ik ga even daarheen. Linda en Daan komen eraan. En dan gaan we genieten. Zo, we hebben een plaatje gekregen. Dat is wel hartstikke mooi. Dus ik neem jullie mee. En dan laat ik even zien wat ze aan ontbijt hier hebben. Kijk, hier is twee gebakken ei laten maken. Gaan koken en dat soort dingen allemaal. Hier hebben we het ontbijt. En dan hebben we hier lekkere pannenkoeken. Dit zijn harde en zachte gekookte eitjes. Oh, zachte gekookte eitjes. En dan heb je hier dan beleg. Dan kun je ook dat pakken. Met lekkere Nutella, heerlijk. Hier de sapjes en salades waren dat. Hier heb je fruit, yoghurt, daarboven ook fruit, cracker. En dit hier, en dat is de ijskraam voor 's morgens. En dan hebben we hier zo'n Engels ontbijt. En roerbak
En dit is vandaan. En hier kan je koffie pakken. En even lekker een kopje koffie pakken. Dat zijn de laatste. Ja, helemaal. Yes. Oké, lekker een koffie. Klaar. En dan gaat hij. Ik had vanmorgen al koffie gedronken. Ja. Dan pakken we nog een keer. Hè? Yes. Oh, lekker. Kijk, lekkere bonenkoffie, hè? Normaal drink ik dat nooit, maar nu wel. Ja. Zo. Oh. En mijn lekker kopje koffie. Nou. Op de plaats zitten. Heerlijk. En dan gaan we ontbijt pakken. Heb je een beetje inspiratie wat hier qua eten is. Dat is wel fijn. Nou. Jippie, hey, jippie, ho, 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 ho. Nou, smakelijk eten. Smakelijk. En kijk eens, dit wordt mijn heerlijke bordje. Mag wel vandaag, hè? Ja. Nou, Daan is nog verder, Linda is daar. En ik ga lekker eten. Hè? Huh? Cheese. Linda lekker aan de thee. En Daan is ook nog wat halen. Top. Daan heeft ook lekker een broodje. Met kip. Ja. Smakelijk eten. Ja. Proost. Proost op jou, ja. Chinks. Oh. Kopje drinken. Nou, we zijn lekker aan het eten. Ja. En dit is mijn volgende bordje. Ja. We zitten lekker hier te ontbijten nog steeds. Heerlijk. Zalig. Het is een goed begin van de dag. En dit is het volgende bordje. We moeten er toch een beetje van profiteren. Hè? Dat is wel heerlijk. Daan zit lekker op zijn telefoon. Lekker SpongeBob aan kijken. Hè? En Linda is nog heerlijk aan het eten. Dus. Yes. Zo, we hebben lekker gegeten. Dus. We gaan er weer vandoor. Ja, ga je mee? Ja. Nou, een plaatje verlaten. Tot de volgende keer misschien. Zo, we hebben alles al geregeld. En als je hier komt en je hebt een stempelkaart, dan krijg je 1 stempel per persoon. Krijg je dan als je geweest bent. En dat zijn geloof ik iets van 15 stempels. Denk je, wat heeft hij erover? Hier kan je sparen voor. Oh, wat kijk. Mooi, hè? En daar komen we in. Ja. Hier in dit hotel kan je sparen voor een 1 persoon gratis ontbijt, lunch, brunch, diner en dat soort dingen allemaal. Dus dat is hier het voordeel. En dat is wel mooi. Dus ja. We moeten even naar het toilet. En dan ga ik ook zo. En dan. Gaan we richting auto. Kijk, en daar is de fitness. Mooie behangen. De hele muur is vol met vogels. Ja goed, de valk is een vogel, hè. Dus, yes. Zo, we zijn weer geweest. Dus wij gaan nog richting auto. Gaan hier. En dan gaan wij dit verlaten. En hier ga je naar boven naar, naar de receptie en restaurant. Nou, wij gaan richting auto. En toeval, bij toeval staat hij hier voor. Dus, yes. Kijk, even reclame maken. En hier heb je dan die hotelkamers. Dus echt een mooi hotel van de Valk. Echt luxe. Dus, op de auto. Zo, dan zitten we heerlijk in de auto. Dus, ben je nou op naar huis toe? Nee, eerst even naar de winkel.
Ja. Even vla halen. En normaal kon je die kant eruit, maar schijnbaar is dat ook weer veranderd. Ja. Dus moeten we even om het hotel heen rijden. Ja. Fantastisch. Kijk. Wacht even. Kijk, zo ziet het eruit. Oh, ik rij verkeerd. Exit moet die kant op. Exit. Hier. Langs de Tesla opladers. Huh? Electron. Ja, ze hebben hier verbouwd schijnbaar. Hier was hier een muisje. Ja, was hier een muisje. Oh jee. Oh jee. Morgen kip saté. Ja, ja. Kijk, en dan komen we hier uit. Gek hè. Rij je gewoon achter de lesauto aan. Even reclame maken. Tiadadidadida. En wat is het toch een prachtig weer, dames en heren. Zo gaan we de snelweg op. Dit is Kerenzijde. Jullie zullen denk ik er wel iets over gehoord hebben. Dit is de flyover, noemen ze dat. Dat heeft toen minister Eurlings heeft dat geregeld. Dit. Flyover.
Zo, we zijn even bij de supermarkt zijn we aangekomen. En dan gaan we even kijken hier. Dus, yes, ik heb heerlijk gegeten. Nou, dan gaan we even naar binnen. We hebben er zin in. Ja, ja. Ik wil zo'n voetbalboek en dan kan ik al mijn kaartjes inzetten. Nou, even kijken. Pak even een mandje. Wel zo handig. Huh? Tadaa. En dan gaan we even naar de bakkersafdeling. Yes! Nou, we hebben alles. Dan zien jullie al wat we hebben. Lekker gemengde. Ja. Kijk maar. Fanta en slagroom. Op naar de kassa. En zo gaan we de winkel verlaten. Yes! Ja. Oh, dat valt wel mee. We rijden toch gelijk naar huis. Hoe bedoel je? Ja, vast wel even. Ja. Nee, dat moet thuis in de koeling gelijk. Ja. Het is een schuiven. Het is een schuiven. Oei, 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 oei. Ja, goed, met een verjaardag. Tenminste, het is Limburgse traditie. Er hoort er wel een stukje vla bij. Ah. Oh. Wat? Ja. Kon ik bijna naar het ziekenhuis. Ja, dat zou het geweest zijn, hè? Ja, 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 ja. Nou, wij gaan er vandoor en dan komt alles zeker. Zo, we zijn heel even bij de Lidl gestopt. Kijk maar. Tadaa. Daan had stickertjes gekregen van het EK. En ja goed, dat waren stickers van de Lidl. Dus dan zijn ze even naar binnen om zo'n boek te halen. Dus ik ben bij de Lidl geweest. Hier in het zuiden noemen we de Lidl. Ik ben bij de Lidl geweest. En komen er zo aan. Zo, ze zijn weer terug. Ja, we gaan het nog naar huis. Ja. Ah, het boek hadden ze niet, hoor ik vertellen. Nee, ze hadden het boek niet meer, helaas. Helaas. En draag je bij aan de duurzame impact van AZ. Ja. Dus, op naar huis. En we zijn weer thuis. Kijk, en dit is wat we gekocht hebben. Lekker stukje gemengde vla. Dat is kruimelen vla. Kersenvla, kruimelen appelenvla en abrikozenvla. Dan hebben we nog Fanta en slagroom. Niet gesponsord, zelf betaald. Dus ja, het ontbijt was super lekker. Dus ja goed, het kost wel wat. Maar ja, dan heb je ook wat. Hè? Dus dat is voor strakjes. En we waren gisteren nog, toen we uit dingen kwamen, zijn we nog even naar... Zetad geweest. En dan hebben we nog een stukje slagroomtaart. Dat is ook voor straks. En wat er over is, dat is altijd morgen wel goed. En dit is wat ik zeg. Met een verjaardag doen we dat hier in Limburg. Limburgse vlaai. Hè? Ik weet niet hoe dat bij jullie in boven Holland is. Of waar je ook vandaan komt. Laat daar even een reactie, want dat zou ik hartstikke leuk vinden om te lezen. Dus hoe jullie dat doen. Maar hier in het zuiden... Is dat dit? Het is heerlijk. Magnifiek. Nou, we gaan nog even chillen en dat soort dingen allemaal doen. En dan neem ik jullie nog gezellig mee. Yep. Zo, we zijn weer even wat verder. We zitten heerlijk in de auto. We nemen jullie nog gezellig mee. Vandaag. Dan komt alles een ding in orde. Dus we gaan lekker erop uit. Het is heerlijk lekker warm weer. Dan heeft nog achterom, ja, ik was met de wasboos boven bezig. Ja goed, dat gaat ook gewoon door. En Daan heeft in de tussentijd even in het zwembad gezeten, hè Daan? Ja. Dat is een beetje koud. Ach ja. Maar goed, wij nemen jullie mee en dan geniet er ieder geval. Geniet van ieder moment wat je doet. Ieder vrije tijd wat je hebt, geniet daarvan. Voor je weet is het voorbij en dan kan je niet meer terugdraaien. Helaas. Maar daarentegen hebben we wel mooie herinneringen. Nou, we gaan er vandoor.
Kijk, dames en heren, wat is dit? Dat staat hier gewoon aan de grens, dus yes. We rijden hier. En hier kan je ook, of een stukje terug bij het stoplichten, kan je ook richting Duitsland, maar dat is grenscontrole met het voetballen. Dus yes, we gaan die kant op. Kijk eens, dames en heren. Mooi, hè? Het is net alsof je in Zuid-Frankrijk zit. We hebben een lekker de airco aan. Zo, we zijn toch ergens beland? En waar zijn we beland? Bij Landal Hoogvaals. Ja, dus we gaan gezellig hier ja, wat doen. En dan nemen we jullie gezellig mee. Gezellig in het park. Hè? Dus mocht je zoiets hebben, ik wil graag naar het zuiden komen. Dat is echt een aanrader, Landal. Broodje eten. Linda is even wat binnen gaan vragen bij de receptie over hier. Wat die allemaal te doen is. Maar ja, dat weten we ondertussen wel. Maar ja, Linda wou even wat gaan vragen. Dus we zijn hier, kijk. Dat is de pizza-automaat. Komen er pizza's uit? Ja. Kant en klare. Het schijnt een Amerikaanse traditie is. Kijk, en hier heb je het winkeltje. Dus we gaan die kant op. En daar heb je het... Het speeltuintje. Kijk, en dan kan je hier gezellig barbecuen. Daar is het terras. En hier, kijk. Kan je gezellig spelen. Yes. En we komen eraan. La 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 la. Kijk. Hier zo zitten. Dat is wel mooi. Ik ben even hier zo. Normaal is dat altijd hartstikke druk, dus normaal is dat altijd hartstikke druk. We gaan hier naar binnen. Hier de cafetaria. En hier zijn we binnen. Oh, hier zit lekker. Lekker cool. Dat is Daan. Linda komt er ook aan. En dan gaan we hier kijken. Dat is de atelier. Het is nog rustig hier, want alleen in het zuiden is nog momenteel vakantie. En dan zal de rest volgen, dus dat is wel hartstikke mooi. Kijk, en hierachter is de bowlingbaan. Chic. Kijk. Is de bowlingbaan. Chic, hè. En daar is wat anders. Ja, is de speeltuin. Top. Zo, we hebben het geregeld. Kijk. We gaan een potje bowlen. Gezellig op mijn verjaardag. Ah, Daan is al begonnen. Of Daan gaat beginnen. Yo. Oh, mooi. En dan gaat hij nog een keer. Ja, volgens mij is het twee keer of zoiets. Ja, twee keer gooien en dan is de volgende de beurt. Oh! Nee! Oh, nog eentje. Ja. Nou, dan kan ik gooien, ja. Doe jij filmen? Ik ga zitten. Doe jij filmen? Kom hier, ik doe dat wel. Iets verder staan, hè, papa. Dan maak ik even snel een foto. Kijk, een tip, hè. Probeer hem terug in het midden. Joe! Sper! Yes, 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 yes! Linda's foto maken. Ja, dat is een boosje. Ja, kan je een foto maken?
Ja, dat kan daar nemen. Maar die foto's komen niet hier. Is die goed? Komt Linda. En dat is wat ze zeiden, alleen de baan blijft af en toe hangen. Ik loop gewoon hier. Het mag eigenlijk niet, maar goed. We doen het gewoon, hè. Kijk. Ze hebben niks gezien. Goed zo. Dat is wat ze zeiden. Je kan af en toe blijven hangen. Kijk uit, achter je. Ze willen niet omhoog. Stouten, jongens. Hoi, ja. Kijk eens hier. Hij is kapot. Kijk maar. Oh, die is leuk. Hoekla. Ja. En hier gaan we nog gezellig verder. Yes. Nee. 1, 2. Hopla. Hopla. Oeh, zit er, zit er, zit er. Laat gooien. Oeh. Oeh. Ik ga even achter jou staan. Ik ga hier zo even zitten. Dan heb ik een lichte bal. Ja, dat kan niet mooi gooien. Dat hij nog een keer. Ah. Helaas. Maar ondanks dat sta ik wel bovenaan. Niet, ik sta bovenaan. Ah, 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 ah. No spare. Oeh, en oei. Ik sta net een puntje bovenaan. Er is maar één puntje verschil. Nou. Mama, jij bent. Ja, Linda gaat gooien. En zo zijn de zitjes hier. En gaat Linda ook. Ja. 1, 2. Hopla. Oei. Die hebben de. Die hebben de poortjes, zie je dat? Niks zonder poortjes. Oh, oh, oh. Ik ga dadelijk naar mij kijken naar de camera, want ik heb een kijkje beetje scherm. Ja. Hopla, dan gaat Linda. Oh, nou. Goed zo! Ik wil net één puntje voor jou. Eén puntje verschil met Daan. Nou, dan gaan we gezellig hier er, weer verder. Ja! Oei, oei, oei. En dit is de eindstand. En Daan heeft gewonnen. Linda tweede en ik als derde. Meedoen is belangrijker als winnen. Ben je buiten wat zitten of? Ga je buiten zitten? Chique, hein?
Zo, het bowlen was hartstikke leuk en ik hoop dat jullie dat filmpje, want dat kan je hier op een bord tikken en dan wou ik jullie laten zien. We hebben hier een tafeltje, we gaan hier daar even lekker zitten. Linda en Daan bakken dadelijk een ijsje en dan kijk eens. Het is als je hier zit. Chic, hè? Beetje op vakantie, hè? Beetje vakantiegevoel. Zo, terwijl ik hier op het terras zit, is Linda en Daan ook hier. En ze hebben een ijsje en hebben even wat drinken besteld. Yes! Top! Proost! Gezondheid! Dat we nog lang mogen leven. Hè? Zo, wij gaan het terras gaan we verlaten. Hun komen eraan. En dan gaan we richting auto. Want, ik merk toch dat het een beetje warm aan het worden is. Dus ja. Wij gaan die kant op. En dan gaan we nog even ergens naartoe. En dan komt dadelijk zal Daan hier komen. Daar komt hij. Nou, op naar de auto. Zo, ik en Linda zitten in de auto. Ah, het is vloeideen. Daan staat hier voor. Dus, kom, ga weg. En daar is die. Nou, wij gaan er vandoor. En dan nemen jullie nog gezellig mee. Top. Zo, wij zitten in de auto. We waren heel eventjes even thuis geweest. En hebben even lekker gechilled en dat soort dingen. Dan gaan we heel even naar even richting de stad. Dan gaan we ergens even naartoe. Yes, nemen jullie mee. Doei. Tadaa. En we gaan even hier even op bezoek. Dat vinden ze ook wel heel leuk. Huh? Dus, ja, gaan we daar, je ja, gaan we daar even op bezoek en dan even gezellig kletsen. Yep. Dus op naar binnen. Zo, we zijn weer buiten. Ja, ik heb daar achter de auto staan. Daan is hier. Linda is, komt eraan. Oh. En dan, ja goed. Dan gaan we er weer vandoor. Was super gezellig. Lekker gezellig gekletst. We hebben wat gedronken. Dat soort dingen allemaal. Dus top. Zo, we zijn weer compleet. Uitkijken voor de fietsers. We gaan er weer vandoor en dan zien jullie wel wat we nog wel naartoe gaan. Peace. Zo, we zijn op de bestemming, zijn we aangekomen. En het is bij Hornbach. Wij gaan hier bij Domino's gaan wij een hapje eten. Ja. Ja, kom maar. Ja. Ja, je moet eigenlijk moet je daar opsteken, maar ja goed. Wij gaan hier naar binnen en gaan we lekker pizza eten. Yes. Zo, wij zitten hier heerlijk aan een tafeltje. We hebben net eten besteld, dus dat is wel hartstikke leuk om uit eten te gaan met je verjaardag, als je het kunt. Dus, ja goed, ik zal dadelijk laten zien wat we besteld hebben. En ze komen daar ook even drinken brengen, dus dan wachten we even. Hè. 10 minuutjes wachten, en dan kunnen we heerlijk eten. Het eten hebben ze gebracht. In dozen. Deze is voor Linda. Oeh, feeling hard, hard, hard. En wat heb ik besteld? Paprikas. Heb je ook pepperoni? En dat heeft Daan. Nee. En Linda heeft? Ja. Dat. Nou, smakelijk eten. Zo, we hebben lekker gegeten, dus we gaan het plaatje gaan we verlaten. En dan gaan we heerlijk naar de auto. Ik zeg Domino, dankjewel voor de pizza's. Oh, ja. En hiernaast staat een factuur. Voor de oplettende kijker zijn we een keer toen geweest hier. Ja, nou. Ik ga zo, ik zie jullie bij de auto. Ja. Op naar de auto. Zo, wij zitten lekker in de auto, dus wij gaan nou op naar huis. En dan zien jullie het dadelijk wel gaan. Peace! Yes! En we zijn weer thuis, dus het was heerlijk, heerlijk, heerlijk nogmaals.
lekker bij Domino's Pizza. Niet gesponsord, zelf betaald. Daar is de kat. En ja goed, Linda is nog koffie aan het zetten. Dadelijk komt de zus van Linda en zwager. Komen nog even voor mijn verjaardag. En dan, en wat gaat Daan doen? 1, 2. Ja, koud! Ja, logisch. 1, 2. 1, 2, 1. Wow! Oh! Mag nu even een pommetje doen. Oh god, dat willen de kijkers zien. 3, 2, 1. Pommetje! Oh! Lekker nat, hè? Dus ik ga bij deze vlog afsluiten. Ik hoop dat jullie genoten hebben. Dat doet mij zeer een eer om dat te horen en te lezen. En dan is dat super fantastisch. Dus ik ga afsluiten. Dus laat in ieder geval even een hele leuke reactie achter deze vlog. Dat zou hartstikke leuk en fijn vinden. Ook namens de kat, Linda en mij. En Daan. En dan, vond je dit een leuke video? Deel en like. Vergeet niet te abonneren, klik op belletje. En dan zien we ons morgen in een gloednieuwe vlog. En in ieder geval hartelijk dank voor alles en alles wat jullie wensig is, wensen jullie toe. In ieder geval, bye bye, zwaai zwaai, tot morgen. Doei! En kijk eens, heeft Linda en Daan voor mij opgehangen. Doei!